Goedemorgen. Vandaag is het veel bewolkt boven Nederland. En dat is goed te zien op deze satellietfoto. Vanochtend zit er nog wel een enkel gaatje in het wolkendek. Maar in de loop van de dag zijn die gaatjes vrij snel weer weg. De grootste kans op een glimp van de zon is in het zuiden van het land. En dat met name in de ochtend. Vanmiddag is het uiteindelijk overal bewolkt. In de ochtend temperaturen tussen 9 en 11 graden. Maar vanmiddag loopt het kwik langzaam op naar zo'n 12 tot 14 graden. Daar komt vanavond zelfs nog een graadje bij. Daarbij een meest matige tot krachtige westen tot noordwestenwind, windkracht 4 tot 6. En die trekt in de loop van de avond aan naar matig tot hard, windkracht 4 tot 7. Later op de avond zelfs stormachtig in het noordelijk kustgebied. Morgen valt er dan nog een enkele bui, met name in de ochtend in het zuiden van het land. In de loop van de dag neemt het aantal buien af en schijnt zo nu en dan de zon. Daarbij is het aan de frisse kant met 11 tot 13 graden. De wind neemt in de loop van de dag wel in kracht af. Maandag lijkt op de meeste plaatsen een droge dag te worden met 10 tot 12 graden. Dinsdag en woensdag loopt het kwik weer een stukje op, maar zien we iets meer bewolking en kan er lokaal weer een spat regen vallen. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl.